What up, goed je kijkt. Dario van Eatastatic. Jongens, vandaag gaan we reageren op ESN-atleet Sam Beaupré. Oh, wat een Franse naam. Sam Beaupré. Ik moet eerst even wat context geven hoe deze video tot stand is gekomen. Want Sam en ik hebben elkaar gesproken in de DM. Dus ik ga even uitleggen wat er is gebeurd. Ik ga even de context geven. En daarna gaan we reageren op de shorts, op de video's van Sam op zijn Insta-kanaal. En zal ik mijn mening daarover geven. Dus ik kreeg een bericht van Sam. Dario bro, vroeg me af na al die reactievideo's hoe je kijkt naar mijn account. Love the content, blijf knallen big man. Oké, aardig bericht toch? Gewoon een jongen die een leuk, lief bericht stuurt. Ik zie ESN-atleet staan. En mijn instinct gaat af. Ik kijk naar de content, ik klik een paar video's af. En ik reageer het volgende. Niet slecht, een beetje typisch intermediate content, wat ik ook verwacht van een ESN-gesponsorde atleet. Dus niks mis mee en goed voor beginnende en intermediate lifters. Nou, op zich ben ik het wel redelijk eens met wat ik heb gezegd met de video's. Alleen, weet je wel, waarom moet ik weer zo'n arrogante, uit de hoogte, elitaire lul zijn? Weet je, dat slaat weer nergens op. Dit is een jonge jongen, zie je op de video's ook. Maak leuke video's. Wordt toevallig gesponsord door ESN, weet je wel. Okay. Dat is mijn hele ding, jongens. Als ik al gelijk zie dat het... Of nou ESN, of fucking, weet ik veel, MyProtein. Of zo'n atleet bij ergens. Gaat er bij mij al van... En dat is niet eens, want je hebt waarschijnlijk echt wel een goede fucking atleet. Alleen ik zie heel veel gewoon die gasten voorbij komen op mijn socials en zo. En ik vind 9 van de 10 vind ik moken irritant, omdat ze gewoon poepinformatie hebben. Weet je wel, zoveel mogelijk supplementen door die keel willen douwen. Weet je wel, hun letterlijk hun kont verkopen voor alles. Zeg zelfs niet dat Sam Beaupré dat doet. Maar geloof me, er zijn er een aantal wiens naam ik graag zou willen noemen. Weet je, die gewoon, weet je, die alles door je keel. Weet je, die, neem dit van ESN, neem dit van MyProtein, neem dit, weet je wel. En dan... Oh, 10 van 10, oh geweldig, oh ja, oh maakt niet uit. Neem 3000 milligram cafeïne, weet je wel. En dan vervolgens gaan ze laatst een keer fitnesscontent zien en zien de meest belachelijke workout, de meest domme oefeningen, slechte uitvoering. Vind je het gek dat ze allemaal intermediate fucking fysieks hebben, toch? Anyway, side rant. Dus ik reageer gewoon lullig en dat was niet nodig. Dus ik liet even een paar minuten zinken. Ik ga bij mezelf denken, Dario, jongen, hij stuurt gewoon aardig bericht. Waarom moet je zo'n teringlijn altijd zijn? Maar daar zit dat gevecht heb ik altijd in mijn hoofd, toch? Want mijn eerste reactie is altijd iets... Gewoon... Ja, ik ben een teringlijn. Ik weet niet waarom... Weet je, ik heb altijd die duivel en die engel op de schouder. Alleen die duivel is veel groter dan die engel bij mij. Dus, hij stuurt mij daarna een berichtje. Valid, weet je wel? Gewoon ha, valid, weet je wel? Ik dacht... Ik doe even normaal, weet je? Dus ik zeg, ik heb een idee. Als je wilt maken een uitgebreide reactievideo over jouw shorts, geef ik mijn mening over. Ik zie sowieso veel dingen die gewoon kloppen die je zegt. Maar zal hier en daar wat toelichtingen geven. Uiteraard blijf respectvol. En deel ik de socials in de video, dus houd je misschien ook wat volgers eraan over. Dus jongens. Sam Beaupré, zijn socials. Als je hem wil volgen, doe dat zeker. Hij support de Eatastatic. Hij support Eatastatic. Hij noemt me een big man. Daar ben ik gevoelig voor. Body dysmorphia. Dus dan moet het goed zitten. Nee, maar dus ik dacht, oké, weet je, ik ga gewoon... Weet je, misschien is dat een idee van, hey, ik zal wat meningen geven over die video's die je zegt. Want je zegt ook echt wel goede dingen, maar misschien hier en daar wat kanttekeningen. Ga ik dus vandaag op reageren dan. En daarna zei hij, Dario, die respectvol blijft. Nee, doe maar man. Ben echt benieuwd. Ga wel gewoon met alle stress je video checken dan. Je ongezouten mening is ook goed. Ik loef het. Oké, Sam, kanker jong. Is een grapje, ja. Ik zal... Kijk, mijn disrespect-mening, die bewaar ik echt voor mensen die het verdienen, weet je wel? Van die bloedzuigende supermarkt-influencers, weet je, die zeggen dat je overal kanker van krijgt, weet je, die krijgen de volle laag van mij. Maar zo'n jongen, Sam Beaupré, jongen, een beetje guapo gezicht, mooie influencer-boy, weet je wel, heeft waarschijnlijk helemaal van die 18, 19-jarige meiden in zijn DM's. Oh Sam, je bent zo knap, weet je wel? Mag ik een 10% kortingscode van je? Snap je? Dus dat doet hij goed. Dus daar gaan we op reageren. Laten we gewoon beginnen. Ga gewoon wat shorts aanklikken. Gaan we kijken wat we ervan kunnen leren. Wat voor aanwijzingen en wat voor tips ik zou hebben voor Sam. Want niet vergeten, kijk jongens. De tips die hij heeft, ga ik nu al zeggen. Zijn gewoon prima voor... Je gaat gespierd worden met de oefeningen die hij doet. Je gaat gespierd worden met de tips die hij doet. Alleen mijn hele ding, jongens. Mijn hele ding is hoe kan een mens zo gespierd mogelijk worden. Ja? Dus... Wat ik gebruik is mijn eigen ervaring, wetenschap en de ervaring die ik heb met mijn cliënten, toch? En pakking met die drie dingen, ja, daar formuleren we dan een mening over van oké, wat is misschien beter dan iets anders, alright?
Dus zo gespierd mogelijk worden is het doel. Dus dan de kleine details zijn dan belangrijk. Oké? Okay? We kunnen dumbbell lateral raises doen. De beste manier om deze te doen is leunen tegen een bench. Op deze manier ga je sowieso al minder swingen en ga je minder de neiging hebben om je traps te gaan gebruiken. Belangrijk is dat je je armen niet naast je lichaam gaat brengen, maar een beetje schuin voor je. Oké, dus de eerste, nogmaals, niet slecht, want je leunt naar voren, is met minder geneigd momentum te gebruiken. Maar het is niet de beste variant, want als je hem zo doet, zie je dat er onderin totaal geen spanning is op de side delt. Dus je hebt alleen met peer contraction hier spanning. Nou weten we dat de verlengde positie super belangrijk is voor hypertrofie. En we weten dat side raises het moeilijk zijn bij peer contraction. Dus je hebt er twee varianten voor. Je hebt de variant waar je inleunt tegen een muur, waar je een side bend maakt. En als je hem vanaf hier naar hier doet, dan is hij dus wel actief in de verlengde positie. Betekent niet dat hij het makkelijkst is bij de verlengde positie. Want hij is nog steeds hier het moeilijkst bij peak contraction. En overigens hou je hier gewoon je arm langs je side. Kijk, je kan het inderdaad zo schuin naar voren doen, maar het is niet per se nodig. Want uiteindelijk is gewoon abductie van de schouder de functie van de side delt. Dus als ik hem zo hier doe, dan hou ik hem gewoon strak langs mijn lichaam. En dan werkt gewoon met side delt. Dus je hoeft hem niet voorlangs per se te doen. Schuin naar voren in je eyesight, wat vaak de tip is. En een andere variant is als je hem op een bankje doet, schuin. En nu is hij wel, als je hem vanaf hier, je zit op een incline op een bankje. En vanaf hier pak je hem. En hier is hij wel, hoe de hefboom werkt, is hij het moeilijkst in de verlengde positie. Dus dat zou dan misschien nog een betere variant zijn. Is vooral de achterkant van de side delt die daarmee base pakt. Dus die twee varianten zouden al beter zijn dan zijn dumbbell side raise. Tensions doet voor dikke triceps. Zorg dan dat je het verschil kent tussen deze twee uitvoeringen. Bij de eerste uitvoering gebruik ik twee touwen zodat ik ver genoeg naar achter kan gaan met mijn arm. Je probeert je ellebogen naast je lichaam of net iets achter je lichaam te houden. En trekt de rug volledig naar buiten. Zorg dat je bovenarm zo stil mogelijk blijft. Het enige dat mag gaan bewegen is dus je onderarm. Hierbij ga je dus gaan focussen op de longheid van de tricep. Als je hem dan op deze manier gaat uitvoeren, waarbij je je ellebogen voor je lichaam houdt, ga je meer gaan focussen op je medial en leather. Dus in principe, als je inderdaad je ellebogen achter je schouder houdt, spreekt dat meer in peak contraction de longhead aan. Alleen, het is in peak contraction, dus waarschijnlijk is het niet super effectief voor de longhead. Voor de longhead, als je effectief de longhead wil trainen, wil je hem in de verlengde positie trainen, dat hij een grote stretch krijgt. Want hier krijgt de longhead nauwelijks een stretch. Je krijgt alleen achterin, in dit gedeelte hier, peak contraction, maar geen stretch. Dus daarvoor, als je echt de longhead, nu zou je deze video kijken, denk je, oh, ik moet dus een rope behind the fucking back doen om een grotere longhead te krijgen. Dat zou je dan interpreteren uit de video. En dat is niet waar, want je wilt bijvoorbeeld een skull crusher doen of een overhead tricep extension. Een variant, de longhead sluit aan, hecht aan op zowel de schouder als de elleboog en de medial lateral head niet. Dus je moet je schouder boven je hoofd krijgen om die longhead op stretch te hebben. Om de longhead op stretch te krijgen. Deze variant, hoe hij die doet, ook met die twee hele lange touwen, zie ik steeds vaker gebeuren. Ben ik niet super fan van. Ik switch echt wel eens tussen een V-bar, een rechterbar en een rope. Het is niet dat ik tegen touwen ben. Alleen een V-bar kan ik veel meer manhandelen, snap je? Ik kan veel meer gewicht knallen op een V-bar. Dan is het natuurlijk altijd de vraag, oké, maar levert dat dan meer mechanical tension op en daadwerkelijk ook meer hypertrofie? Ik denk dat dat op zich best wel een fair statement is. Als ik 5 reps meer kan met meer gewicht en met triceps werken en met een touw kan dat niet, dan is er bij mij wel enigszins een bepaalde logica dat een V-bar of een rechte stang misschien wat beter is dan een touw. Maar durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ja? Maar in ieder geval voor de longhead moet je niet deze variant doen, naar mijn mening, voor de optimale hypertrofie in de longhead. Ik krijg graag dikkere biceps en voorarmen. Volgende week ga ik het gaan doen. Bij een hammer curl gaat je linkse hand hier gaan houden, met je rechtshand doe de 5 herhalingen. Waardoor ik nu continu spanning aan het houden ben op mijn linkse kant. Als ik mijn rechts 5 herhalingen gedaan heb, doe dat langs de andere kant juist hetzelfde. Doe zo. Isometric holds. Zou ik het doen? Nee. Maar er is wel een verschil tussen isometric holds in de gestretchte positie staan bij een bleacher curl doet, die wel goed is voor hypertrofie, en isometric holds in de gecontracteerde positie, zoals op de video, in de gecontracteerde positie, die dan minder goed of zelf gewoon niet goed is voor spiergroei. Het heeft ook te maken met stimulus to fatigue ratio. Makkelijk vertaald, hoeveel energie moet je in de oefening steken en hoeveel spiergroei krijg je ervoor terug. Oké, makkelijk voorbeeld, de chest fly. Stel nu, ik doe hier een isometric hold in de gecontracteerde positie, dus mijn spieren zijn opgespannen. Hierbij ga ik veel energie steken in het opspannen van mijn spier, maar krijg ik weinig spiergroei terug. En stel dan dat ik in deze positie, de stretched positie, een isometric hold doe, ga ik veel meer hypertrofie krijgen, dus ga ik ook veel meer spiergroei. Sambo Pre, mijn G, mon ami.
Mon frère. Inderdaad, vrijwel alles wat je zegt klopt. Sowieso die andere guy, ik ben even zijn naam vergeten. Volgens mij heet hij Joffrey. Heb ik al een keer een uitgebreide video over gemaakt. De andere Belgische personal trainer. Die heeft echt, kerel, die heeft video's, jongen. Dat is zo moken slecht, ouwe. Dat slaat echt nergens op, jongen. En deze is inderdaad ook weer fucking dom. En deze zie ik heel vaak. Dat mensen dan ene arm hier zo van vasthouden. Isometric holds in peak contraction slaan echt helemaal nergens op. Van excentrisch, concentrisch en isometrisch. Weet dat isometrisch het minste spiermassa opbouwt. Dus als jij fucking tijd hier gaat besteden, jezelf gaat vermoeien en dus minder reps in de excentrische fase kunnen, maar ook in de concentrische fase dus kan doen, is gewoon heel dom. Wat Sam zegt, is dus je kan eventueel wel pauzeren in de verlengde positie, op de stretchpositie. Dat kan inderdaad. Sam zegt er wel bij dat je dan meer hypertrofie krijgt als je hem pauzeert in de stretchpositie. En dat zou ik niet met zekerheid zeggen, want ik doe dat bijvoorbeeld zelf niet. Het is misschien mogelijk. Ik heb me de vraag, dus dat is wel interessant, weet je wel. Dat is sowieso die hele discussie nou. Want als je de Mike Isratel kamp pakt, weet je, die zijn allemaal van heel erg van, oké, hou hem vast in die stretchpositie. Want die is super, die super potent, hè, super krachtig voor hypertrofie. En dat klopt wel. Alleen, nou is de vraag, oké, maar als ik hem vasthoud in de stretchpositie, levert dat meer stretch-mediated hypertrophy op dan als ik hem juist heel snel uit die stretchpositie, dat noemen we stretch-reflex-positie, als ik hem heel snel eruit laat komen. Want denk erover na, stel ik doe shrugs, hè. En ik doe shrugs en ik doe ze fucking powerful. Boom, en ik laat ze elke keer helemaal uitknallen. Die traps, die moeten heet uit een soort van bounce-stretch-effect terugkomen. Dat is heel erg de manier hoe ik train, toch? Dus als ik een bankdruk laat, best wel snel, tak, tak, best wel snel terugschieten. En dan niet met momentum, maar wel vanuit de chest, toch? Of als ik hem dan pauzeer op de borst en ik laat hem een beetje pauzeren op die stretch en ik ga dan. Dat is de discussie. Kijk, ik zit meer, naar mijn mening moet de spier harder werken als er fucking harde force uit de reflex komt en dan moet terugschieten. Dus ik ben meer in dat kamp. Maar ik ook weer dat, moeilijk te zeggen of het 100% waar is. En het zal allebei heel goed zijn. Snap je? Zolang je maar focust op het feit dat je een stretch hebt in je spier, weet je, in de oefening. Want we weten gewoon, die stretch is fucking belangrijk. Stretch media hypertrophy is, het is nou ook systematisch, tonen onderzoeken aan dat een diepe stretch op een spier gewoon echt fucking goed is voor hypertrofie. Maar de vraag is dus, oké, moet je hem dan vasthouden, pauzeren daar of niet? Ik doe dat persoonlijk niet. Anyway, maar in ieder geval, Sam had het helemaal gelijk met deze video. En die Joffrey ouwe. Oh, Dutske toch. Wat zei hij ook weer altijd? Och, Dutske toch. Ja, maar dat gaat niet goed, dan niet goed, hè. Maar Dutske toch. De meeste mensen doen nog steeds hun facepulls verkeerd, wat gewoon jammer is, aangezien het echt een goede oefening is voor de achterkantshouder. Veel mensen trekken naar hun kin toe, waardoor ze hun ellebogen achter hun lichaam gaan trekken. Het probleem hierbij is dat een groot deel van de beweging wordt overgenomen door de traps. Als je zoveel mogelijk de achterkant van je schouder wil gaan trainen, dus de rear delts, dan is dit de beste manier. Je trekt de kabel naar je voorhoofd toe, of op ooghoogte minstens. Zorg ervoor dat je ellebogen niet achter je lichaam gaan, maar je wel je handen zo ver mogelijk naar achter trekt. Ja, dus in theorie zou je dan meer rear delts aanspreken. De vraag is het überhaupt een goede oefening? Weet je wel, dus als we net helemaal hebben over verlengde positie en zo. Deze oefening is het moeilijkst bij peak contraction. Er is vrijwel geen resistance in de verlengde positie. Dus waarschijnlijk heb je oefeningen, weet je wel, als je bijvoorbeeld, weet je wel, een rear delt cable waar je hem helemaal laat stretchen, is waarschijnlijk al beter. Of een pec deck machine waar je zeg maar zijwaarts in gaat zitten. Dus niet wat je normaal zo doet, maar je gaat zijwaarts zitten dat je de handvat hier in de verlengde positie hebt. Dus dat je een groter set op de rear delt hebt. Zijn waarschijnlijk al een stuk betere oefeningen. Als je echt die rear delt wil isoleren, maar dan komt het dus. Hoef je echt de rear delt te isoleren? Misschien sommige mensen als ze echt een lagging rear delt hebben. Maar ik denk als jij de meeste pool oefeningen, zoals ik al helemaal op stretch doet, dan krijgt die rear delt al zo'n moken grote stretch. En je hebt heel veel row varianten. Helemaal als je wat row varianten hebt met een wide grip, weet je. Ja, en je doet ook zelfs je lat pool dan, weet je. En je doet al je fucking pool oefeningen met een grote stretch, dan denk ik niet dat het nodig is. Ik isoleer ze persoonlijk niet. Ik denk dat de front delts nog minder nodig zijn. Eigenlijk gewoon niet nodig zijn. Die zijn bij de meeste mensen overontwikkeld namelijk. Maar rear delt in het midden. Maar face pulls is dan naar mijn mening weer niet de beste oefening als je dan toch wilt isoleren. Het verschil tussen de twee verschillende grips bij de machine shoulder press
Eerst en vooral is het niet per se de grip die zal gaan bepalen welke spieren je vooral gaat aanspreken, maar wel de positie van de ellebogen. De grip zorgt gewoon dat je je ellebogen makkelijker in bepaalde posities kan plaatsen. De eerste grip is een pronated grip met je handpalm naar voren gericht. Met deze grip gaan je ellebogen automatisch mee naar buiten draaien. Hierbij ga je vooral je front delts gaan aanspreken, maar ga je ook je side delts gaan gebruiken. Deze variant gaat wel iets meer stress op je schoudergewricht plaatsen, wat alweer gevaarlijker kan zijn voor blessures. De tweede grip die ik ook beter vind om te gaan focussen op de front delt is dan een neutral grip. Met deze grip kun je je ellebogen makkelijker naar binnen draaien, waardoor je nog steeds vooral die front delt gaat aanspreken, maar wel minder side delts en iets meer upper chest. Oké, dus we hebben het eigenlijk net over gehad. Kijk, ik doe al jaren geen vertical presses. En eigenlijk zijn conclusie ben ik het dan juist niet mee eens, omdat naar mijn mening hoef je front delts dus niet te isoleren. Als je het dan doet, zou ik juist voor een variatie gaan waarbij je juist de side delts dan ook weer meeneemt. Want ik vind dat je side delts moet je echt kapot spammen. Weet je, side delts, kleine spier, herstelt snel. Moet je eigenlijk 3-4 keer in de week trainen. Maar je front delt, weet je, doe je al met zoveel presoefeningen dat die wordt gepakt. En ik heb gewoon nog nooit een fysiek bij iemand gezien waarvan ik dacht, zo, echt een mooi fysiek, maar zijn front delt, die is lacking. Sterker nog, altijd andersom. Dus de meeste mensen hebben een dominante front delt en een hele lagging chest. Dus bij bijna al hun presoefeningen vinden ze het heel moeilijk om meer hun chest aan te spreken of meer hun chest te gebruiken. En heel erg hun front delt laten overnemen bij heel veel presoefeningen. Weet je wel, dat de front delts gewoon heel veel van het werk doen en dat die chest dus een beetje ondergestimuleerd worden. En heel veel bij mijn cliënten moet ik dus juist bijna herprogrammeren als ik ze met PT heb, om hun chest veel meer te laten gebruiken in plaats van hun front delts. En daarom zie je dat ook dat heel veel mensen een beetje een kleinere chest hebben en heel groot, weet je wel, en grotere front delts. Anyway, als je dan al een front delt of een vertical press wilt doen, zou ik juist een grip gebruiken zoals een overhead press, seated overhead press, wat dan ook, waar je juist ook de side delts aan aantikt. Maar naar mijn mening hoef je hem sowieso al niet te doen. Mijn volledige 8-dagen workout split. 8 dagen? Jezus. We beginnen met de incline Smith machine. Eerste set is de zwaarste set. Daarna verlaag je het gewicht en doe je een tweede set. Beide sets doe je tot failure in de 6 tot 9 rep range. Daarna doen we een plate loaded chest press. Hierbij doe je twee sets tot failure in de 7 tot 9 rep range. Zorg ook hierbij dat je eerste set het zwaarste is. Als laatste voor de chest nog een fly variant. Hiervan doe ik nog twee sets in de 8 tot 12 rep range met focus op een volledige stretch in de chest. Voor biceps beginnen we met de preacher curls voor de short hit. Twee sets tot failure in de 8 tot 10 rep range. Zorg dat je triceps volledig rusten op het kussen en dus niet gewoon je ellebogen. Daarna een incline curl voor dan wat meer focus op de long hit van de bicep. Hiervan doe je ook twee sets tot failure in de 8 tot 10 rep range. Als laatste nog reverse grip curl om de voorarmen en de brachialis nog eens goed mee te pakken. Hiervan doen we twee sets tot failure in de 8. Sam, kijk mijn video. Maar niet alles. Oké. Chest en bicep workout. Niet slecht. Niet slecht. Paar kanttekeningen. Oké? Okay? Kijk, je doet twee sets per oefening. Dus dat is inderdaad een theorie. Hè, dat je dan verschillende, dat je dus wat minder sets per oefening doet, maar meer oefeningen om dus een spiergroep op een verschillende manier te pakken. Dat is zeker valid. Dus uiteindelijk doe je maar 6 working sets. En dat is zeker niet veel. Als je kijkt naar de literatuur, 6 working sets voor een spiergroep. Het is wel naar mijn mening echt de absolute max. De absolute max voor een spier. Meer dan 6 working sets. Als het niet je rug is, is voor de meeste mensen overkill. Er zijn advanced lifters die heel veel volume nodig hebben om echt te groeien. Maar 99,9% van de mensen die hier kijken, hoeven niet meer dan 6 working sets per spiergroep te doen. Dus 3 oefeningen voor je borst op 1 dag vind ik heel veel. Ik persoonlijk laat het meer bij 2 max, maar vaak 1. Omdat dat is ook het ding, jongens, als je steeds sterker wordt, geloof me, je lichaam kan niet meer recoveren van zo'n fucking heavy set. Als jij op een gegeven moment zo fucking sterk wordt, je hebt er zoveel platen aan, gast. je bent gewoon fucked na 1 fucking oefening. Op zich, oefeningkeuzes, prima. Ik zou wel zeggen, ik zag de eerste 2 oefeningen waren in de 6 tot 9 rep range. En zijn andere was 8 tot 12. Hij was heel erg in 6 tot 12. En dat zie ik bij heel veel mensen een beetje in die trap vallen. Jongens, we hebben een hele brede rep range. Hè? Dus je hebt de hypertrofie rep range van 6 tot 30. En we zien met huidige studies dat spieren waarschijnlijk verschillend reageren op verschillende rep ranges. Dus de conclusie die we daar waarschijnlijk uit kunnen trekken is dat het handig is om je spieren door verschillende rep ranges heen te gaan. Nou, hij had 6 tot 9 voor zijn
Smith machine, 6 tot 9% flat press en 8 tot 12% flies. Dus heel veel, als hij dus zijn flies, dus ook als hij alles 8 zou doen, 8, 8, 8, zit je heel veel op dezelfde rep range, wat waarschijnlijk niet ideaal is. Plus, als je 3 oefeningen doet. Ik heb een tijdje geleden met Sportpoeder een video gemaakt. Nou, die zal binnenkort op hun kanaal uitkomen en we hebben zijn workout gedaan. Weet je, niks tegen Red, alleen zijn manier van trainen vind ik vreselijk. En dat was dus, laten we zeggen, een beetje zo'n stijl, toch? Want als je bij die derde fucking oefening aankomt, dan ben je zo fried. En als jij dan een lage rep range pakt, dus een 8 tot 12 of een 6 tot 9, dan kun jij niet echt optimaal die oefening nog doen. Want kijk, hoe lager jouw rep range is, dus hoe meer je bij de one rep max zit, hoe meer motor units je moet recruiten, hè, per rep. Dus een set van 6 reps is heel erg zwaar, toch? Want 6 reps, weet je, dat is heel dicht bij je one rep max. Als jij al vermoeid bent, en jij bijvoorbeeld je eerste oefening heb je in een 6 tot 9 rep range gedaan. Dat is prima, weet je. Dat is best wel een zware fucking set. In de zin van zwaar in gewicht, toch? Jouw derde oefening in een lage rep range doen is niet zo handig, want als het dezelfde spiergroep is, omdat je al zo vermoeid bent. Dus die motor units zijn helemaal, je bent al helemaal fatigued, je bent vermoeid. Dus om dan nog een set te doen waar je heel veel motor units voor nodig hebt, Is niet handig. Dan kun je beter in de 15 of 20 rep range zitten. Of misschien zelfs boven de 20 rep range zitten. Omdat dan per rep heb je veel minder motor units nodig. Het is een andere stimulus. Dus je pakt, hè, het is een andere stimulus voor de chest. Het is een hoge rep range. Wordt anders gepakt. Licht gewicht. Dat is dan beter dan als je alles in de lage rep range houdt. Dit zijn trouwens hele kleine fucking dingen. Hè. Dit is, kijk, dat is sowieso mijn kanaal, jongens. Mijn kanaal is niet echt voor gen population bedoeld. Ja, mag. Je mag kijken, ouwe. Het kan me geen kut schelen wat de fuck je met je fucking leven doet. Alleen maar mooi als je wil kijken, want dan krijg ik meer views. Kan ik een keer, godverdomme, iets met mijn leven doen. Maar ik zit te mierenneuken om hele kleine dingen waar de meeste mensen zich niet bezig mee moeten houden, oké? Okay? Of hoeven te overhouden. Maar ik vind het interessant om te kijken hoe iemand zo gespierd mogelijk wordt, oké? Okay? Als je dat niet leuk vindt, ga je moeten neuken en ga je iets anders doen. Snapte? Je hoeft de video's niet te kijken, oké? Okay? Dus, terugkomend, dus 3 oefeningen voor je biceps doen, is naar mijn mening al absoluut overkill. Of ja, in ieder geval 3 elleboog flexor movements. Hè? Want de reverse curls, hij moet natuurlijk Dario curls doen. Maar ik ben al verbaasd dat hij überhaupt reverse curls in dat schema doet. Dan doet het me ergens, denk ik, misschien ergens mijn video toen al keek bij die video. Omdat ik natuurlijk een heel erg een advocate ben. Van reverse curls, maar dan eigenlijk Dario curls. Dus de oefeningkeuze die ik deed waren mooi. Preacher curl, incline curl. Ga ik weer even mieren neuken. Ja, ik ga weer mieren neuken. Een preacher curl is waarschijnlijk beter om te doen met de stang. Ja. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat je misschien 20 weken met een stang hebt gedaan en je wilt even een andere prikkel en je doet hem even met een machine. Prima. Maar met een stang is het waarschijnlijk iets beter dan met een machine. Omdat met een stang is hij het moeilijkst in de verlengde positie hoe de hefboom werkt. Met een machine is hij het moeilijkst bij peak contraction, wanneer hij naar je toe komt. Dus we hebben nou best wel studies, als een spier in de verlengde positie het hardst moet werken, is dat waarschijnlijk weer meer stimulerend voor hypertrofie. Ja? Veel van jullie zijn waarschijnlijk al afgehaakt, want jullie fucking hersencellen hebben van een teringhamster. Oké? Okay? Maar ik probeer hier godverdomme jullie ook wel te leren dat jullie een keer gespierd worden. Yes. Met jullie 35 centimeter omtrek. Mijn onderarm, ja, heeft een grotere omtrek dan de meeste kijkers. En dat komt omdat jullie niet de aandacht hebben om even 3 seconden te luisteren naar wat ik heb te zeggen. Godverdomme. Anyway, ik denk dat 3 elleboogflexen oefeningen, hè, om het zo te noemen, op 1 dag overkill is. Niet nodig. Ik zou die 3 opsplitsen over 3 verschillende dagen, zoals ik het ook heb. Maak ze elke keer kapot op die dagen. Spike elke keer opnieuw protein synthesis. En dat is waarschijnlijk een stuk effectiever dan alles in 1 dag proberen te proppen. Bij die derde oefening voel je toch al geen kut meer uit. Maar de oefeningkeuzes waren op zich helemaal goed. Alleen de reverse curls met stang zo, is hij niet actief in de verlengde positie. Oké, dat was mijn fucking rant. En hopelijk heb je iets geleerd. Ik ben 8 jaar gymdocent geweest. Dus hopelijk kan ik iets uitleggen op een manier. Ik heb ook voor de basisschool les moeten geven. Dus ik heb aan kinderen uit groep 1 tot en met 8 ook les moeten geven. En jullie IQ is niet heel veel hoger dan van een kind van 4. Dus ik probeer het over te brengen dat jullie apenbreinen het ook begrijpen. Voordat mijn hele DM's weer vollopen. Ja, ik snap het niet. Snap je? Godverdomme. Zal ik me doen nog 1 video, dan vind ik eigenlijk wel weer mooi geweest. Moet je rusten tussen je sets voor die optimale gains. Kort is
gezegd is dat je ook persoonlijk komt te gaan beslissen wanneer je weer ready bent voor de volgende set. Maar er zijn studies waarin bewezen werd dat langere rustperiodes beter zijn dan kortere. Als je dan toch richtlijnen wil, sla dan zeker deze video op, want hier is wat ik meestal doe. 3 tot 5 minuten rust bij de eerste compound oefening, zoals bench press, squat of deadlift. Dan 2 tot 3 minuten rust bij de tweede compound oefening. En dan 1,5 minuut tot 2 minuten voor isolatieoefeningen, zoals een tricep pushdown of bicep curls. Als je iets hebt gehad aan deze video, vergeet me dan zeker niet te volgen. Zich hele goede short. Ik denk vooral in het begin wat hij zei van hey, als je je weer goed voelt om een set te doen, dat is vaak een mooi test. Weet je, als je nog helemaal aan het fucking hijgen bent en je hartslag is nog fucking hoog en je bent de squats aan het doen, is het niet een goed idee om het dan alweer te doen. De limiterende factor, jouw cardiovasculaire systeem en niet per se je quads of wat je dan ook traint. Sowieso bij beenoefening zou ik wat langer doen. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik bij alle oefeningen lange rust heb. Maar dat komt dat ik niet heel veel sets per week doe. Dus het ligt ook een beetje aan je schema. Kijk, als jij een schema hebt zoals hij, weet je wel, waar die fucking 6 sets voor biceps doet, ja, dan kun je misschien, want daar doe je zoveel volume, dan kun je misschien even minder rust nemen. Maar als je bijvoorbeeld maar 3 sets voor biceps hebt op een dag, dan wil je die 3 sets wel redelijk goed doen. Dus is het waarschijnlijk een goed idee om iets langer te rusten. We hebben wel trouwens interessant, want dan gaan nu al gaan mensen tegen mij zeggen, ja, maar daarom doe ik mijn training zo mogelijk lang, niet zo lang als ik zo lang moet rusten. Er is steeds meer bewijs dat antagonistische supersets waarschijnlijk een hele goede manier zijn om niet minder spiermassa te krijgen, dus net zoveel spiermassa te krijgen. Ik denk dat het niet voor alle oefeningen geldt, als ik heel eerlijk ben, maar ik denk voor makkelijke oefeningen als bijvoorbeeld bicep, tricep, side delt met iets supersetten, onderarmen, hè, dat doe ik ook, reverse curls en wrist extensions, supersetten, dat soort dingen, dat het wel heel veel tijd bespaart, want je kan dus supersetten, maar dat het niet minder doet voor hypertrofie. Dus dat je even hypertrofie krijgt. Nou, denk ik niet als je bijvoorbeeld een squat met een Romanian deadlift, of zelfs, weet ik veel, een bankdrukken met een barbell row. Ik denk dat dat iets te veel vraagt van je. Maar antagonistische supersets zijn een hele goede manier om dus je workout in te korten als jij wat langere rust tussen je sets hebt, zoals ik. En ik ook aan mijn cliënten geef. Mijn cliënten moeten altijd een beetje lang van mij rusten, anders word ik een beetje boos op ze. Weet je, ik kan altijd zien als ze dan... Als ze dan wekelijks, ik doe wekelijks check-in met ze en dan spreek ik hun logboek. En dan zie ik, hoezo heb je 3 reps minder bij die set? Ja, bro, ik moest even snel. Nee, je gaat gewoon rustig, godverdomme. Ga maar naar Tinder, ga maar naar wijven kijken. Weet je, er is altijd wel een wijven rondloop dat je even kan aanstaren 3 minuten. Ja? En dan begin jij je fucking set. Anyway, dus dat. Dus op zich zijn advies gewoon helemaal prima. Sam, Beaupré. Très bien. Dit was mijn uitgebreide reactievideo op wat video's van jou. Dus over het algemeen goede content. Hè? Ik heb atleten gezien die heel wat minder content hebben. Dus er zit zeker, de essentie heb je goed te pakken. En trouwens, jouw tips zijn voor general population. Helemaal goed. Weet je, er is niemand die minder gespierd gaat worden door jouw tips. 100%. Iedereen die jouw tips kijkt, ja, die gewoon begint met liften, zal gespierder worden van jouw tips. Jij vroeg mijn mening en ik zit in het kader van, oké, hoe kan iemand zo gespierd mogelijk hebben, want die niks in zijn leven heeft zoals ik, dat hij niks belangrijkers heeft in zijn leven dan dit jaar het halen van 48 centimeter armomtrek. Zulke trieste mensen als ik, die niks anders in hun leven hebben dan fitness, voor die mensen zijn er bepaalde dingen die een beetje moeten worden gefine-tuned. Maar dat is, bro, 99% van de maatschappij is niet zo. Misschien 99,9% is niet zo. Die hebben een veel leuker en nuttiger leven dan ik, snap je? En voor die mensen zijn jouw tips prima, oké? Okay? Dus, als je Sam wil volgen, doe dat Beaupré op zijn Insta. En dan krijg je nog eens korting voor die fucking supplementen ook nog, godverdomme. Hè? Ik zou eigenlijk betaald moeten worden, maar ik zeg tegen iedereen nee. God. Anyway, dat was de fucking video. Tot de volgende. Peace.